Het is vandaag maandag. Ik heb nou dit aan. Het is van Zalando. Dit is ook van Zalando. Dit is van Scapino. Dus nu lekker eventjes ontbijten en dan richting mijn werk en fietsen. Dus ja, de nieuwe werkweek is weer begonnen helaas. Maar goed, take it. Zo, dit is mijn ontbijtje voor vandaag. Groene haagslag. Met melk. Lekker en gezond. Zo, ondertussen al mijn werk heen aangekomen. Dus nu lekker werken. En tot 3:30 daar ben ik ons pad gewoon. Dus daar hebben we over zitten. Maar goed, ik zie jullie vanmiddag. Zo, net weer lekker thuis. Nu lekker weer een bak koffie drinken. Wat een weertje. Helemaal nat gestreken, is geregend. Maar goed. Zo, net lekker gedoucht. Ja, lekker was weer lekker. Ja, maar koffie is weer aan. Nu lekker het vlog kijken. Vlogs kijken. Even uitzending gaan eens kijken. Lekker muziekje. Hey. Super leuke reacties gekregen op mijn vlog van gisteren. Ik heb 5, vind ik leuk. Duimpjes omhoog, super bedankt ervoor. Eentje heeft Lucas van de Stiphout. En ik had nog een idee voor je vlogs. Als je misschien soms iets van een grappige petje of hoedje op doet tijdens de vlog. Dan is het misschien wel een leuke toevoeging. Dan heb je misschien nog een betere vlogs. Nou, tip voor de volgende keer. Groetjes van mij. Nou, ik zal even kijken dat ik een grappige petje heb. Ik denk het niet. Of ik ga voor de grap eentje kopen. Misschien is dat wel een idee. Dus bedankt voor een tip. Ik zal het de volgende keer eventjes zoeken waar dat ding ligt. En nog één van hem. Hey buren, kun je een keer in je vlog vertellen wat er gezond is aan haagslag? Want jij zegt altijd dat het gezond is. Maar ik dacht dat het niet zo gezond was. Dus misschien kun je dat even uitleggen. Nou, gekleurde haagslag. Dan is wel wat gezonder. Want er zit geen chocola in. Er zitten kleine vruchtjes in, dat moet je niet elke dag doen, dat moet je gewoon één keer in de week doen. Eén keer in de week doen, bedoel ik. Dus dat is het wel gezond en er is nog wel gezond. Sem is gezond, appelstroop is gezond, smeerkaas is gezond, magere kaas is gezond, magere ham is gezond. Vis is gezond, dat kun je ook op brood doen. Komkommer kan je op brood doen. Waar heb je nog meer? Wat dat doen? Komkommer met kaas is ook wel gezond. Aardbeien kun je ook al broden, dat is ook wel gezond. Maar geen suiker in doen natuurlijk, dat is weer minder gezond. Tomaten kun je er ook broden, dat is ook gezond. Dus er zijn allemaal dingen waar je gezond is. En magere kwark kun je er ook op doen. Als het mager is, dat is echt super tof en gezond. En Franse kwark met honing, dat is denk ik ook wel gezond. Wacht, ik zal het eventjes opzoeken. Ik denk het wel. Wacht eens eventjes, even kijken. Hoepla. Franse kwark met honing is dat gezond. Zoek. Koek is mijn Even kijken, is het puur honing en gezond? Kwark, waarom is het zo gezond? Even kijken, honing door kwark. Even kijken, mager kwark. Ja, mager kwark is wel gezond. Even kijken, honing door kwark. Even kijken. Nog een feit over Nederlandse honing. Wacht eens even, misschien is dat wat. Nee, die zoek ik niet. Kwark, waarom is het zo gezond? Dat is ook wel een handige tip. Eerst even, dus kwark, welk spot kun je doen? Als je heel veel spot, dan is het wel heel erg goed voor je met het Franse kwark, met honing. Dan is het alweer helemaal top. Wacht, eens even kijken, is dat hier? Nee, dat is een zelfplaatje. Hier, ik heb hem. Even kijken, Franse kwark met honing, de Prevork Snacks. Een super gezonde en lekkere combinatie die je niet mag missen. Franse kwark is enorm puur en voedzaam voor je lichaam. Wanneer je deze Franse kwark combineert met honing, creëer je een magische combinatie. Franse kwark kent ontzettend veel voordeel. Deze gezonde traditie bevat weinig tot geen vet. Levens voor pure energie. Wanneer je dit combinatie met honing verleg je de zure smaak en geef je een borst aan je energieleven.
Die van natuurlijk suikers hormonig zijn ontsparen krachtig en blijven trainen. Neem deze combinatie ongeveer 60 minuten voordat je gaat trainen. Zeef je lichaam als kunnen opnemen, daardoor je een maag. Dus dat is over sporten. Als je heel veel naar fitness in gaat, moet je 60 minuten voordat je aan het trainen gaat, moet je dat innemen. Maar het kan ook zomaar een keer in het weekend als je niet gaat trainen. Dus ik sport wel heel veel, dus dat is wel handig voor mij. Dus dat weten jullie ook weer. Super bedankt. Maar goed, dan weten we het ook weer. Dus daarom is het allemaal gezonde dingen. Dus daar word je lekker fit van. Maar goed, dan check jullie al later. Bedankt voor je super leuke reactie, Gloria. Dan je abonneer op mij. Dan ga ik op jou opnieuw. Nou, bij deze, ik heb jou geabonneerd. De super leuke video's wat je maakt. Zo dan naar jou. Maar goed, check jullie al. Zo, net al vlogjes gekregen van Dagshow TV en ik nog. Van dit is de. Van Uber Quinn. Dus dat was wel lachen, was wel geniaal. Nu lekker beneden de bak koffie drinken en tv kijken. Dus lekker gezellig. Oh, nu met naar bedje heen. Ik zeg wel trouwens en check jullie morgen weer. Zo, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Zo even ontbijten en recht in mijn werk en fietsen. Dus, maar goed, check u. Zo, dit is mijn ontbijt voor vandaag. Broodje met ham en melk. Lekker. Eet smakelijk. Zo, nu lekker onderweg richting mijn werk en fietsen. Tot 12 uur. Lekker dan vrij. Lekker naar de sportschool heen, lekker knallen. Dus ik check jullie vanmiddag weer. Later. Zo, nu lekker kantine dienst, lekker films kijken. Lekker thuis van de sportschool ging super goed. Lekker naar beneden bak op te drinken en zien we wat gaan doen. Zo, net weer lekker pyjama aangedaan. Lekker gedoucht, bedoel ik. Lekker pyjama aangedaan. Ik sprak eens aan. We hebben stiekje luisteren, video's kijken op YouTube. Dus lekker chillen zijn we aan. Maar goed, check jullie ook. En van Joe verloren, dus het was wel grappig. En dit gebeurt als van Marije, dus het was ook wel geniaal. Nu lekker meer in de bak koffie drinken en lekker tv kijken. Wel lekker hier op de bank, heerlijk. Maar goed, check jullie later. Zo, nu ben ik lekker naar bedje heen. Ik zeg wel rusten en check jullie morgen weer. Ja, later. Zo, goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb deze aardig van Zalando. Deze is van Scapino. Dus nu lekker ontbijten richting mijn werk en fiets met Marijn. Dus het is gezellig. Dus mag ik check jullie later. Zo, dit is mijn ontbijt voor vandaag. Broodje met zin. En melk. Lekker. Iets meer. Zo, nu maar wachten op Marella. Dus ik check jullie vanmiddag weer. Later. Zo, ondertussen weer thuis van de pakken weer. Blech. Helemaal niks aan. Maar nu lekker bak koffie drinken. Lekker chillen op de bank. Zo, net lekker gedoucht. Lekker pyjama maken. Met vlogjes en lekker warm. Nu lekker video's kijken. En het kanaal even van vlogjes kijken. Even uitzending van ons kijken. Muziekje staat op. Van rapper shows. Net zo als van Smaak. Nice. Lekker man. Samen lopen op het strand, hand in hand, mijn volgende week. Zo, vlog is weer uitgekeken van Enzo Knol, van Gio, van Dagshow TV, van Nick en Simon, van Gekke Markie en nog meer van Kaasjekop. Dus dat was wel heel erg. En nu lekker naar beneden een bak koffie drinken en lekker tv kijken. Lekker chillen. Zo, nu ben ik naar het bedje heen. Morgen weer een dagje werken. Daar lekker weekend. Hoi, lekker kort dagje. 1 uur vrij alweer. Maar goed, ik zeg wel rusten en check jullie morgen weer. Later. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Laatste keer werken. En dat betekent lekker weekend vieren. En straks om 1 uur. Lekker. Daar heb ik heel veel zin in. Dus, maar goed. Nu lekker om buiten en richting mijn werk fietsen. En dan lekker knallen van het weekend in. Hoi, daar heb ik heel veel zin in. Maar goed, check jullie. Oh, nu even zin buiten. Goed in de haarslag. Lekker. Eens maken. Zo, nu allemaal wel beland. Dus ik zie jullie vanmiddag weer. Later. Zo, nu lekker thuis. Eindelijk weekend. Hoi. Lekker genieten. Ja, mijn sportschool ging ook weer goed. Dus zoals altijd. Dus lekker chillen. Maar goed. Check jullie later. Zo, net weer gekookt. Gekookt aardappelen met sla en worst. Was mijn lekker. Mijn buik zit weer helemaal vol. Dus nu lekker douchen. En lekker video's kijken op YouTube. En dan tv kijken. Van Amstel Live. Super gaaf. Er komen bekende Nederlanders die komen daar. Super gaaf om dat te zien.
Maar goed, check jullie allemaal. Zo, net even lekker gedoucht, lekker pyjama aangedaan. Nu lekker muziekje aan, huppa. Rappen shows, net zo vet. Lekker lekker. Maar goed, nu lekker video's kijken op YouTube, dus let's go. Ik heb nooit geweten dat er zoiets naast bestaat, dus ik loop naar jou. En zeg niet veel. Maar kijk nog even dansen als je wil. Want de manier waarop jij dans, is hoe ik mij voel. Is hoe ik mij voel. Lekker man. Vlogjes gekregen van het kanaal. Vandaag had ik van je vleutje van wat je ook alweer die ene of kijk hoe die ook heet. Ik weet niet dat. Oh ja, de nieuwe kist heb ik ook even gekeken. Even in Gio. En van Uwe Quinn. Dus dat was maar weer lachen. Nu lekker beneden af en toe live kijken. Op RTL 4 of 6. Dat is super gaaf. Daar ga ik volgens jou ook heen. Misschien. Dus ik heb daar heel veel zin in. Maar goed. Even lekker kijken, ik zal een klein stukje laten zien als er wel moois op zit. Maar goed, als jullie het leuk vinden. Dus denk jullie allemaal. Doe, 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 en ik zeg wel terug en tag jullie morgen weer. Ja, bedankt voor het kijken en vrienden die blauw duimpje omhoog voor jou, meneer Milne. En tag jullie allemaal.